Hallo allemaal. Ik ben Wanda Boezekal, bliksemafleider bij HCS Company. En ik werk nogal veel thuis. Ja. Tegenwoordig werken we allemaal nogal veel thuis, tenminste de, de meeste mensen. En het is nu vakantie, en dan wil het nog wel eens zijn dat je wat schreeuwende kinderen hebt rondrennen. Ja. Of het zijn je eigen, of het zijn die van de buren. Of je hebt een verrassingsadoptie gedaan in de supermarkt. Maar je hebt wat schreeuwende kinderen in de buurt. Dus je wordt al heel veel afgeleid. En als je dan ook nog wat meer vensters open hebt staan, is de kans dat je nog door je andere vensters wordt afgeleid ook heel groot. Daar is gelukkig als je GNOME Shell draait een oplossing voor. Dus laten we gaan kijken. Ik zit hier op een desktop en ik heb een hoop schermen open staan. En ze worden nog afgeleid. Maar nu druk ik Super G. En opeens is alleen mijn actieve venster nog een beetje licht en de rest wordt donkerder. Ga ik nu naar een ander scherm toe. Ik ga naar mijn rekenmachine toe. Bijvoorbeeld. Is mijn rekenmachine licht en de rest van mijn schermen zijn donkerder. Ik mag ook gewoon de rest van mijn schermen zijn niet inactief. Ik mag er ook nog gewoon op klikken. En nog een keer super ge en al mijn vensters zijn weer gewoon hoe ze moeten zijn. Wat heb ik dat nou gedaan? Ik zit niet ingebakken ingenomen, maar het is wel een paar klikken vandaan. Ik heb hier Extension Manager niet de ingebouwde van genomen, maar de uitgebreidere die je van FlatHub kunt installeren. Daar ben ik naar Browse gegaan en daar heb ik gezocht op Dim Background Windows en heb hier Dim Background Windows. En dat is de extensie die je kunt gebruiken. Ik heb hem al geïnstalleerd, daarom zegt hij install. Anders hadden we een install knopje gehad. Ga ik naar mijn geïnstalleerde extensies, kan ik hier de instellingen kiezen. En dan kan je, als ik bijvoorbeeld de dimming weer aanzet, kan je zeggen hoeveel dimmer de achtergrondvensters moeten worden. Oftewel helemaal niks of bijna helemaal zwart. Nou, meestal iets van 0,3, 0,4, misschien 0,5, waar had ik hem net op staan. Is iets leuks. kan je nog een beetje zien wat je wil. Heb je genomen Nightlight aanstaan? Kan je voor tijdens Nightlight andere instellingen kiezen. Je kan voor dark mode andere instellingen kiezen, dat ze misschien donkerder of lichter moeten zijn. Zet je die overigens niet aan, geldt het voor alles. Nightlife, voor mensen die het niet weten, is ingebakken ingenomen dat van zonsondergang tot zonsopgang een blauw lichtfilter overal over. Een dark style is natuurlijk als je voor donkere modus gegaan bent of niet. Dan zet ik nu hier mijn hele systeem naar dark mode. Dan kan het best zijn dat die 50% dimming te veel lijkt. Ja, dan ik liever 30% dimming daarop heb of zo. Ja, want die 50%. Het scheelt niet heel veel als alles al donker is. Zet hem dan naar 30% toe. Nu hou ik niet zo van dark mode overdag. Maar het kan s'nachts kan het handig zijn. Je hm? kan ook de saturatie aanpassen. Dus ja, maken we alles grijs tint of houden we de kleur erin zitten en dan laten we gewoon de grijs tint helemaal eruit halen. Ook voor Darkstyle Nightlight heb je weer overrides daarvoor. Toggle al kies dat standaard op Super G. Je mag ook maar iets anders veranderen als je er zelf al wat aan hebt. Hm, je mag ook. Uh, anders ervan maken. Je kan control super G doen. Je kan zeggen gewoon spatiebalk, zou ik niet aanraden. En je mag zeggen of het alleen op je hoofdscherm moet, of op alle monitoren, of primair, secundair. Hm? Of Always om topvensters ook gedimd moeten worden, of gemaximiseerde vensters gedimd moeten worden, en of getuilde vensters gedimd moeten worden. Dus tuilen is als ik een venster naar links rechts, boven of onder slepen, dat die links, rechts, boven of onder komt te staan standaard. Niks te maken met mijn favoriete extensie Gita, waarbij ik Alt Enter kan drukken om ze neer te zetten. Dat is een kleine extensie. En mocht je nou snel afgeleid zijn helemaal als je al wat extra afleiding om je heen hebt, zoals verschillende kinderen deze zomer, kan het een fijne zijn. Of als je s'nachts aan het werk bent. Hè? Dus ik dacht, deze moet ik even met jullie delen. Mensen zijn nogal snel afgeleid. Misschien dat dit een beetje helpt. Dat was hem eigenlijk alweer voor deze week. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik hoop dat jullie kunnen genieten van de zomer. Ik weet nog niet wat voor weer zijn. Ik neem deze van tevoren op. Hopelijk is het mooi weer. Ja, niet te heet, smelt je ook weer weg. Maar dat was hem. Vond je het leuk? Like, subscribe. hele reuze met de Dan zie ik jullie volgende week weer. En onthoud, HCS Company, ook voor je genomen gel extensies. Tot ziens!